Wat is het weer vandaag? Rare dingen zijn uitgevonden. Nu, laatst hebben ze uitgevonden dat als je de assistent van Google aantikt, hier, en ik zeg mooi weer, of niet, ik zeg maar weet. Nee, we gaan ietsjes terug opnieuw beginnen, ik heb me niet goed voorbereid. Wat is het weer vandaag? Het is vandaag 9 graden voorspeld en helder weer. Op dit moment is het 16 en zonnig. Voilà. Maar nu hebben ze nog iets anders uitgevonden. Ik weet niet of jullie die gast kennen. Ah, de gast. Philip Goebbels, een komiek. In het Sportpaleis. Hoeveel keer dat hem daar uitverkocht heeft, dat weet ik niet. Gekregen, maar ja. Hij zit ook op die dingen. Je moet gewoon zeggen. Praat met Philip Goebbels. En kijk hoe grappig. Goedenavond. Dikke proficiat. Je zit een dag weer doorgeworsteld. Hopelijk zit je niet ontslagen vandaag. Wil je een tip voor een sportieve avond? Een ontspannende avond? Of een romantische avond? En dan kunnen we dat kiezen. Kijk, ik ga even... Hup. Deze aantikken. Ontspannende. Een tip voor een ontspannende avond. Als je kinderen hebt, breng ze naar uw ouders. Voilà, geniet van een ontspannende avond. Heb je geen kinderen? Proficiat. Al uw avonden zijn ontspannend. Allee, dank je. Goed ontspannen, hè. Ja, dan heb je nog zo van die dingen, maar dat ga ik niet allemaal aan te lasten. Moet jullie zelf maar eens opzoeken. Maar dat is echt wel nice, dat ze dat uit hebben gevonden. Ik hoop dat ze dan met meer bekende stemmen uitvinden. Want ja, dat is cool. Want je kunt vragen van wie ze. Of praat met Philip Goebbels of praat ik zeg maar met Enzo Knol. Ik denk niet dat hij dat gaat doen, maar het zou wel graag zijn. Dus ja. Ik hoop dat ze dat meer gaan doen. Wat was dat? Dat was niks. Ja, dat zit aan het trillen. Au. Au. Ik hoop dat ze dat meer gaan doen. Het is zo eigenlijk de dag dat deze vlog moet online komen. Want een dag dat ik eigenlijk deze vlog moest opnemen, heb ik niet kunnen opnemen. Ja, ik ben... We zijn nog een beetje gaan doen. Ja. Het is wel laat, ze komen dat ik niet meer kunnen filmen. Dus daarom dat ik pas zaterdag kan opnemen, deze vlog. Nou ja, er staat nog niet online. En dan moest alleen online staan. Dus tot grote. En ik heb ook niet zoveel opgenomen. Maar ik ga de vlog toch eindigen. Jongens en meisjes, ik heb toch een onderdeel kunnen vinden. Dat ik kon praten in mijn vlog over vandaag. En, ja. Ik zie jullie morgen terug. Vind het abonneren, vind het blauw duimpje omhoog doen. Druk ook of al dat belletje naast de abonneerknop. Zijn jullie altijd op de hoogte van elke video, elke blad. Zie ik jullie morgen terug. En zeg ik zoals altijd. GG.